Soldaten, dit is Signature Signings Gelson Martins. Vandaag speel ik hem vrij en gebruik ik hem samen met Icon, Deco en Road to the Knockout Bernardo Silva in een volledig Portugees elftal. De afgelopen dagen is er echt ontzettend veel content geweest in FUT rondom voornamelijk Black Friday. En nou, deze Signature Signings promo vind ik best goed. De kaartdesigns zijn ontzettend vet. En mijn club heeft wel een beetje moeten lijden onder al die SBC's. Want er is niet heel veel meer over. Maar voor deze man wilde ik graag moeite leveren. Want het is een lekkere kaart. Maar eerst even deze drie verschillende SBC teams inleveren. Allemaal op stream gemaakt. En ik moet zeggen dat mijn laatste stream ook weer erg lekker ging. 1000 likes bereikt. Dus ja, het gaat goed met het kanaal. En dat maakt mij ontzettend trots. De packs zijn best wel even belangrijk. Want er is nu... Oh, daar moet Hazard staan. Er is nu ook een 83 plus player pick SBC. Die wil ik graag doen. Is niet heel duur. Maar ik zit een beetje allemaal krap bij kast. Dus stel ik kan even wat packen van nog een beetje waarde. Is dat weer makkelijk. Die Witzel trouwens hier. Had ik al gepackt toen de promo net was begonnen. En komt hier uitstekend van pas met zijn 87 rating. En daar is die. De inmiddels misschien wel beste Hazard. Zou dat zo zijn? Heeft Thorgan Eden ingehaald met kwaliteiten? Nou, dat is een interessante vraag. Kijk, het laatste team. Daar gaat Inform Berghuis in. En ik moet zeggen dat qua Informs is mijn club wel gestekt, want als je de vorige video zag, weet je waarom. Ik had vrij veel verschillende Team of the Week packs geopend met, laten we zeggen, wisselend succes. Maar goed, hier is in ieder geval de Portugees snelheidsduivel Gelson Martins. Hij kan rennen, skillen, dribbelen, maar niet echt schieten. Maar geeft wel een groen linkje naar bijvoorbeeld Renato Sanchez of Ben Yedder. Stel je packt één van die twee kaarten, hun signature signings, dan moet je deze man sowieso halen. Want ja, hoog voor een winger is dat nog een soort van oké, de weak foot die ontbreekt. Maar hij heeft dus 5-6 skill moves. Geweldige pace. Geweldige agility en balance. Dat is gewoon maximaal. Dus ja, super. En de shooting moet geboost worden. Passing ook. En daarom knallen we er zeker een killer camstyle op. Qua verdediging nog wel redelijk. Hij heeft 98 stamina. En schot buitenkant voet maakt nog de 3-ster weak foot iets minder erg. Dus leuke kaart. In principe heb ik nu Neres gebruikt in de afgelopen weekend league. Of Gelson Martins beter is dan Neres. Ik denk het niet, maar misschien verrast hij mij wel in een positieve zin. Deze drie packs ga ik openen. Alleen, er staat overal klein voor. Dus of het goed is, ja, we gaan het zien. En als het niet goed is, dan gaan we gewoon door naar het team. Of nee, toch niet. Eén van drie gouden spelers, 83 plus. Dit kostte mij een 82 reden team met wel nog een beetje chemistry. Maar uiteindelijk niet heel veel coins uitgegeven. Laten we hopen dat we er wel degelijk wat uit terugkrijgen. Oké, ja. Alleen in theorie kan het nog slechter. Want het hadden 3,83's kunnen zijn. Maar ja, dit is niet heel best cachet. Daar zijn we dan bij het team van deze video. De eerste drie spelers staan er uiteraard al in. En ja, we gaan hen omringen met landgenoten. Ik moet even uitleggen waarom Bernardo Silva en Deco hier staan. Als eerste Bernardo Silva. Kijk, hij is al wat langer uit. Maar hij is momenteel een van de meest populaire spelers op FUTBIN. Aangezien hij een van de jongens is die een upgrade heeft gepakt. City heeft 3 van de 4 wedstrijden gewonnen in de Champions League. Althans, van de laatste 4 nu al 3 gewonnen. Met nog een wedstrijd over. En hij gaat ook 90 gereden worden als de groepsfase echt helemaal afgerond is. Dus hij wordt nog beter, maar hij is al ietsje beter geworden. Nou, de skills zijn goed. De weak foot niet echt. Maar als je hier naar kijkt, versnelling is goed. Sprintsnelheid niet zo. Schot is lekker. De pass en het dribbel eigenlijk allebei heel goed. 99 stamina. En nou, hij is beter geworden. Ik wil even kijken hoeveel beter. En Deco, dan kun je zeggen van ja, kom op, weet je wel. Het is een icon die 78k kost. En hij heeft niet al te beste stats. Maar ik vind het gewoon leuk om verschillende teams te gebruiken. En ook een keer een icon te kunnen kopen. Misschien is hij wel een underrated beast, weet jij veel. Stel, je hebt niet heel veel coins en je wilt een keer een icon halen. Of je moet een Portugese link hebben naar bijvoorbeeld een Gelson Martins. Kan Deco een oplossing zijn? Ik ga hem gewoon een kans geven. 4-ster skill moves, 3-ster weak foot. Won de Champions League in 2004 met Porto. Kijk, die pace is niet geweldig. Ik weet het. Ze schot ook niet. Maar de paas en dribbel zijn goed. Voor op centrale middenvelder. En laat dat ook net de plek zijn waar hij gaat spelen. Verdedigen kan hij niet. Hij is ook niet sterk. Dus normaal gesproken niet een geweldige icon. Maar ik ga letterlijk ook zo spelen in game 3-4-3. Met Bernardo Silva als de iets meer aanvallende pion. Ik moet een disclaimer geven dat het elftal vrij aanvallend is. Maar ik ga de weekend league playoffs in. En de meeste
tegenstanders zijn niet zo super, denk ik. Dus we gaan gewoon alles op tafel vlammen. En de keeper is Anthony Lopez. Die heb ik 1 keer eerder gebruikt in een video waarbij ik een volledig Rulebreakers team had. Toen vond ik hem zeker niet geweldig vanwege zijn 1,84 meter. En ja, hij heeft 96 reflexen, maar daar merkte ik weinig van. Misschien doet hij het nu wel beter. We gaan het zien dadelijk. Rechter, centrale verdediger, is een ervaren man. Pepe, de slager van voorheen Real Madrid en nu FC Porto. Ja, hij kan schoppen als de beste. Maar hij heeft dit jaar ook oprecht gewoon een goede kaart. 1,88 meter normaal hoog is prima. En de pace is gewoon oké voor een centerback. Verdedigt het goed. Fysiek eigenlijk heel goed. 94 agressie, dat kennen we van Pepe. Dus hij staat hier en ja, zal waarschijnlijk wel gewoon goed genoeg zijn voor ja, die prijs. De volgende centrale verdediger is net nieuw in de club. Gonçalo Inácio van Sporting. En ja, 2 keer gebruikt. Hij komt uit de squad battle objectives. Die zijn heel saai, maar op zich krijg je er wel een paar leuke kaartjes uit terug. Deze beste man, 1,86 meter. Gewoon goede pace. Verdedigend prima. En de fysiek is oké. Goede reactions. De paas eigenlijk nog verrassend hoog voor een centrale verdediger. Dus we gaan hem spelen. En naast hem staat nog zo'n kaart die uit squad battles komt van de squad foundations. Het is een linksback op centerback. Voelt weer aan als FIFA 21 met Rafa Suarez. Ja, hij is snel en op zich een leuke linksback. Niks wat echt geweldig is of zo. Maar eigenlijk alle stats die goed moeten zijn, die zijn ook goed. Misschien de kracht wat laag, maar hij heeft stamina. En verder een leuke speler mocht je nog linkjes hier en daar nodig hebben. Maar de verdediging is zeker niet het meest bijzondere aan dit elftal. Want vandaag gaan we aanvallen en flink ook. Ik heb Rafa als rechtsmidden en die kan voornamelijk heel hard rennen. Dus je hebt Gelson Martins die ja, gewoon Usain Bolt vibes heeft. Hij min of meer ook met 96 pace, 4-star skill moves. Komt trouwens ook uit die squad battles objectives. Hij, Inácio en Rafa Suarez. Dus ja, heb je 3 voor de prijs van 1. Goeie pace, hele goede pace zelfs. Schot is moi, paas is moi. Ja, eigenlijk is dit gewoon Gelson Martins, maar dan van Benfica en dan met heel weinig strength en hij kan iets minder skillen. De linksmidden in het elftal, dat lijkt dan een beetje voor de grap, maar het is eigenlijk nog vrij serieus. Ik heb daar Bruma staan. Waarom ik hem wil gebruiken is omdat hij waarschijnlijk, of tenminste, hij maakt een kans op Player of the Month in de Eredivisie. Hij of Vinicius gaat het waarschijnlijk worden van PSV. Stel hij krijgt de Player of the Month, wil ik nu alvast even kijken van, voelt hij een beetje lekker aan met zijn normale kaart? Want hooglaag, 4-star is goed. En zijn pace, nou prima, met upgrade helemaal goed. Agility heeft hij, balance heeft hij. En verder, ja, hij kan niet pasen of schieten, maar daarvan dan maar hopen dat hij een lekkere upgrade krijgt, stel hij wint die Player of the Month. We gaan verder met de linksbuiten in dit elftal. En het is Jota, maar niet de Jota, alleen een andere Jota, namelijk die van Celtic. Ik had hem in de club zitten en 0 keer meegespeeld. Hij heeft gewoon 96 agility en voor een zilveren kaart, nou, ziet er best wel aardig uit. Dus we gaan hem een kans geven aan rappe spelers vandaag. Zeker geen gebrek. Probleem is alleen dat al die jongens niet kunnen schieten. Maar ja, we vinden wel een oplossing. Stel, ik wil een speler hebben met nog een redelijk schot. Heb ik een spits die Ivan Cavallero heet. En bij hem is dan weer het probleem dat hij 68 composure heeft. Dus ik las al een futbin comment van de fans moeten uitkijken als hij gaat schieten. Want 92 shot power, maar 68 composure. Dus al die ballen die vliegen overal razendsnel heen. Goed verhaal. Ja, 4-star skills. 3-star weak foot. Is weer zo'n squad foundations kaart. Hij was, dacht ik, ook van squad battles. Maar dan bij de championship objectives. Ja, pace goed. Schot oké. Paas is een beetje matig. Agility balance is aanwezig. Veel kracht. Maar dus die composure is de voornaamste reden waarom ik zou zeggen van ja, je mist niet echt iets als je hem links laat liggen. Genoeg gepraat. De hoogste tijd voor een potje Rivals. Met deze heerlijke Portugese spelers. Eigenlijk altijd de angstgegner van Oranje in Portugal. Dus ben benieuwd of ze een beetje indruk kunnen maken. We hebben een tegenstander gevonden. En ja, hij heeft flashback Chiellini achterin staan. Die ik misschien ook nog wel een keer ga gebruiken in een video. Maar niet vandaag, want deze staat in het teken van de Portugese. Nou, hè? Pepe? Oké, volgende kans. Arnautovic. Het is 2-0. Ja, dit gaat niet helemaal volgens de planning. Prima paas. En nu moet erin. Ja, ik was een beetje aan het wachten van waarom staat daar niemand. De eerste goal van Gelson Martins in de Valley Army. Onze club op zich goed, want Silva met een kleine actie komt hij weer aan. Jota ditmaal naar nou, Bruma. Boom. En gewoon meteen de stand gelijk getrokken. 20 minuten en 4 doelpunten. Lekker dit. Kijk, lekkere bal. Bruma. Dendel door.
Bruma Paas, doelpunt. Jawel, 3-2. Het is ditmaal Ivan Cavallero. En het is leuk om te zien hoe al die jongens elkaar gewoon een doelpunt gunnen. Heb ik ooit al een keer een video gemaakt waarin er zoveel goals zijn gevallen in zo weinig tijd. Mijn editor, die maakt overuren nu. Het is ongelooflijk. Nou, hier heeft hij wel een punt. Rafa heeft nog niet gescoord. Rafa! Oh, daar is hij dan. 4 goals en alle 4. Is het een andere Portugees? Ja, hey, en een race kunnen pakken. Lekker potje. Ik hou van dit soort games. Actie, goals, gekhuis, weet je wel. Mooi. Oké, op naar potje 2. Oké, ik ben on fire. En de volgende tegenstander heet No Mercy. Dus ben benieuwd. Hij heeft, net zoals ik, Gelson Martins gelinkt naar die heerlijke signature signings Atal. Insigne. Jezus zeg. Gaat dat makkelijk? Benzema, ga naar de verre hoek toe. Oh, die Lopez is zo slecht. Ik beweeg gewoon mijn keeper. Maar ja, hij duikt over de bal heen. Oké, is goed. Hier is zijn Gelson Martins. Diepe bal. Lopez moet komen. En oh, wat doet hij? Oh, oh, oh. Ik word echt krankzinnig van hoe ontzettend slecht Lopez is. Roema naar binnen. Pasen. En zie hem erin. Goal. Oké, Jota. Had hij al gescoord? Weet ik niet zeker. Een 74 rated, die dus doelpuntjes kan prikken. 1-3. En ja, dat is een redelijke achterstand, maar die tweede helft die duurt lang. Oh, die Lopez. Wat doe je? Peppe. Goeie pas. Schieten en scoren. Nog steeds. Kunnen we zeggen, it ain't over, till it's over. Vrije trap. Scoren. Ja, natuurlijk, hé. Hij stond daar precies goed. Kort. Boom, zonder aan te nemen. Gelson Martins. En het is 4-4. Ja. Die tegenstander, hè? Die gaat niet zo lekker in de tweede helft. Heel veel ruimte bij zijn Gelson Martins. Buitenspelval is er niet. En dan scoort hij de 5-4. Op het punt dat ik eigenlijk veel beter ben. Nee, toch? Nee. Oh, die Lopez. Ik kan letterlijk net zo goed niet eens een keeper opstellen. Ja, jammer. Maar ik heb FIFA gespeeld met een lach op mijn gezicht. En ik speelde bij Vlagen echt heel goed voetbal. Dus al met al tevreden. Was mooi dit. Vond je deze video leuk? Dan weet ik zeker dat je deze hier ook wat vindt. Want hierin domineerde ik met Draxler, Messi en Fofana. Dus klik hier. Dankjewel. En tot de volgende. Houdoe, hè.